De scholen zijn begonnen. Dat betekent ook de introductiedagen, weken zijn weer begonnen. Maar wat houdt erin bij de Velofine Nunspeet? We gaan erover praten met Marnix. Marnix, wat zijn ze hier aan het doen met Wildzang? Ja, we hebben zoals je zegt inderdaad de introductiedagen deze week. Vooral voor klas 1, die zijn nu op school. Die zijn van gisteren voor het eerst geweest. En vanmiddag hebben we een sportmiddag waarin ze in groepjes uit elkaar zijn gegaan. Momenteel druk aan het sporten. En elkaar proberen te verslaan met de verschillende onderdelen. En wat is een beetje de achterliggende gedachte van die introductiedagen? Elkaar beter leren kennen en een teambuilding creëren? Ja, inderdaad. Onder andere elkaar beter leren kennen, maar ook de school leren kennen. Want ze komen allemaal op een nieuwe school. Dus nieuwe regels, nieuwe lokalen, alles is anders. Andere docenten. Dus dat leren ze een beetje kennen en ze creëren een teamgevoel inderdaad. Dus de sfeer in de klas die proberen we hier al een beetje neer te zetten. Nou, hopelijk blijft die sfeer ook goed het komende schooljaar. Wat zijn ze al de dingen die ze moeten doen vandaag? Het zijn voornamelijk samenwerkingsoefeningen met big bags. Dat ze met z'n allen in de big bag staan en een soort zakspringen is het dan. We hebben een kruiptunnel waar ze om de beurt doorheen moeten en dat ze elkaar moeten helpen, want die is nog wel redelijk lelijk smal. Een vliegend tapijt waarop ze moeten staan en opspringen en die andere trekt hem vooruit. Dus het zijn allerlei samenwerkingsoefeningen en die proberen ze zo snel mogelijk uit te voeren. Ja, ik kan wel zeggen groot animo, maar het is eigenlijk ook een soort verplichting, hè? Ja, het is verplicht, maar het is hopelijk voor iedereen gewoon hartstikke leuk. En hopelijk voelt het niet verplicht in ieder geval.